Dag Vlaamse whiskyfanaten. Hoe het misschien op de achtergrond, het is een beetje aan het regenen. Maar voordat ik deze video verder zet en de tasting verder zet, of de review verder zet, gaan we het zo zeggen, wil ik even tegen iedereen zeggen, hou het alstublieft veilig. Hou het alstublieft gezond. We zitten in een crisis die we samen gaan overwinnen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar we moeten allemaal een beetje ons steentje bijdragen. Dat wil ik jullie even eerst zeggen. Vandaag gaan we een review doen van een whisky, de Macallan. Omwille van twee redenen. Eerst en vooral in eer van Sean Connery, die gisteren gestorven is. Sean Connery, voor de mensen die het niet weten, was de originele James Bond. Hij heeft 7 keer James Bond gespeeld in de films. Waarom een Macallan in eer van Sean Connery? Je moet weten, naast de martini die onze James Bond zo graag drinkt, drinkt hij ook whisky en hij drinkt altijd Macallan trouwens. Dat even terzijde, dat is één. De tweede reden waarom dat ik die review ga doen van de Macallan is omdat het een heel speciale fles is. Zijnde een 10-jarige cask strength van 58,6 graden. En wij hebben die heel toevallig ontdekt bij een vriend van ons. Die fles een 10, 12 jaar geleden had gekocht. En die dat eerst wou laten proeven aan mij. En zelf niet zo'n liefhebber van was. Maar daar gaan we zo meteen mee komen met de smaak. Maar wat blijkt, hij had die fles in de tijd voor een 100 euro ongeveer gekocht. En nu is deze fles een 1600 euro waard op sommige websites. Dus ik heb de prijzen zitten opzoeken. Gaande van 950 euro tot een 1600 euro. Het is een heel zeldzame fles. Ik heb met heel veel geluk dus een sample kunnen verkrijgen voor jullie. Dus dat is een Macallan 10 jaar oud cask strength. 58,6 graden alcohol. Dus dat is ook al serieus om over te spreken natuurlijk. Hè. Even voorzichtig een beetje inschenken. Het is heel donker van kleur. Maar dat komt ook omwille van het feit dat hij op sherry vaten gerijpt is. Daarnaast ruikt hij heel sterk. Dus normaal gezien, peper is een geur die door alcohol zwaar wordt gestimuleerd. Ik ruik hier niet anders dan peper op dit moment. Ik heb nog niet eens mijn neus aan het glas gezet. Dus we gaan natuurlijk eerst even de geurtest eventjes doen. Heel peperig, zoals dat het ook zei. Kijk, een beetje druif. Een beetje de sherrynoten natuurlijk. Ja, dat is ook een beetje logisch is als dat op sherryvaten gerijpt is. Een beetje appelsien. Appelsien, wat donkere vruchten. Dat is wat ik er... karamel heb ik ook nog. Ja. Die is al iets moeilijker te detecteren omwille van de peper. Nu komt het belangrijkste natuurlijk. We gaan hem proeven. Zo zijn slijntje op jullie gezondheid. Houd veilig in deze crisis alstublieft. De eerste toetsen zijn die van appelsien, druif, wat vruchten, voornamelijk citrusvruchten. Ik zou zelf ook durven zeggen, een beetje bloedappelsien ook. Maar vanaf dat die voorbij zijn, wordt die bijna weggevaagd door een wervelwind van peper. En ook een heel pikante nasmaak. Dus een heel pikante aanloop. Heel lang ook.
Ik voel hem nog heel zakken. En dat heeft niet alleen te maken natuurlijk met het zware alcoholhalte. Die vliegjes van vorige video, die zijn hier weer. Het is alsof dat ze te ruiken dat ze hier moeten zijn op dit moment om mij te ambeteren. Want ik heb ze hele week niet meer gezien en nu zijn ze hier weer. Wat heb ik nog? Vastmaken. Karamel, een beetje honing. Maar ik zeg het, enorm peperig. Dat is echt heel overheersend. Eigenlijk, de peper maakt hem minder aangenaam dan ik eigenlijk had verwacht. Heel pikant. Qua pikantheid doet hij mij denken aan een Canadian rye whisky. Ook al is hij gemaakt in Speyside. Dus McKellen is gelegen in Speyside. Voor de mensen die dat niet weten zijn, dat is een regio in Schotland waar heel veel bekende distillerijen aanwezig zijn. Die gelegen zijn aan de rivier Spey. Daarmee de naam ook natuurlijk, Speyside. We hebben daar onder andere alle glens. De meeste glens die zitten allemaal in Speyside. Dus een Glenlivet, een Glenfiddich, die ga je daar allemaal vinden. Ook heel veel bands. Dus als ik me niet vergis, Ben Raya is daar ook. Als ik fout ben, gelieve mij te corrigeren. Bands is Gaelic voor berg. Glen is Gaelic voor dal. Dat verklaart ook natuurlijk de ligging van de distillerijen onmiddellijk. Dus de meeste liggen in een dal. Aan de rivier Spey of een van zijn zijriviertjes of kleine rivieren in de buurt. Maar, zou ik er 1600 euro voor betalen? Dat is natuurlijk de grote vraag. In mijn ogen, nee. Ik heb whiskies van 50, 60, 70 euro. Die in mijn ogen beter zijn dan deze whisky. Het is natuurlijk wel een whisky waar ik kan in investeren. Het is ook een heel zeldzame whisky. Maar voor te drinken, nee. Niet mijn ding, totaal niet. Maar natuurlijk, smaken verschillen natuurlijk. Hè? Maar ik zou er nooit geen 1600 euro voor betalen. Nee, het proefje zelf heeft een waarde van ongeveer een 64 euro. Dat op zich ook al enorm is. Als je dat dan allemaal gaat beginnen vergelijken. Maar persoonlijk zou ik het niet voor over hebben. Nu, als je het wel over hebt, laat gerust iets in de comments zo beneden. Ik zou ook zeggen, like en subscribe op dit kanaal. Hou jullie veilig. Dag.